Het is vandaag een bijzondere dag voor vishandel De Graaf. Deze donderdag staat de kraam precies 60 jaar op de Wiegense Weekmarkt en dat moet gevierd worden. Bertha De Graaf staat al sinds 1991 achter de viskraam en doet dat nog altijd met veel plezier. In 1964 begon vishandel De Graaf op de Wiegense Weekmarkt. Inmiddels kunnen de Wiegenaren dus al 60 jaar genieten van verse vis van De Graaf. De opa van Bertha De Graaf begon ermee en daarna werd het een echte familietraditie. Maar mijn opa is hier begonnen. In 1964, in januari, hebben ze een vergunning gekregen. En toen is het spulletje gaan draaien hier. Dus, en hij was eerst met een zoon van hem, zeg maar. En die is getrouwd en die ging in Blokzijl wonen. Toen heeft mijn moeder gezegd, nou, ik wil wel, maar dan moeten we wel even... Toen heeft mijn oma gezorgd voor de kinderen. En zodoende is mijn moeder met mijn opa hier begonnen. En later mijn vader er weer bij, ik er weer bij, mijn zussen. Ja, en zo draait het spulletje nog steeds door. Bij de vishandel zijn ze al 60 jaar zeer te spreken over de Wiegense Weekmarkt. Altijd supergezellig ook altijd. We hebben goede contacten met de klanten. Wat dat betreft eigenlijk nooit lastig. Maar heel leuk, geduldig. We kunnen een keer een gekheidje maken als het moet. Dus heel fijne contacten altijd. Ook al jarenlang met mensen. De Graaf heeft vertrouwen in de toekomst van de markt in het algemeen. En volgens haar is het zelfs beter dan de supermarkt. Nou, ik denk niet dat het echt minder wordt. Als je met goede producten op de markt staat en goede verse producten. Mensen zijn altijd, zeggen altijd even gezellig naar de markt. We proberen het gezellig te houden sowieso. En verse producten, dat trekt altijd. Dat blijft goed. Je kan het hier zien, de bloemen, de markt, de bakker, de groente, fruit, noem het maar op. Ja, dat trekt altijd, vind ik tenminste. Ik ga ook zelf graag altijd naar een vers product. Niet naar de supermarkt, maar liever gewoon naar een vers polier, of naar de polier, naar de kaas, noem het maar op.